Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. En vandaag ga ik je laten zien hoe je koper kunt solderen. Ik ga je wat kleine tips en trucs laten zien, zodat jij je klus heel makkelijk kunt klaren. Overigens, deze video maak ik op verzoek van een kijker, Rowien. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij gaat zijn wc'tje zelf renoveren en hij zit met een kleine uitdaging. Overigens, deze situatie is eigenlijk precies hetzelfde situatie als wat hij heeft. Dus dat is echt heel erg mooi. Hij zit met een koperen buis die met een bochtje uit de muur komt. En hij wil hem in de muur, wilt hij hem doorzagen. Daar wilt hij een koperen soldeerverbinding op plaatsen. Dan met een stukje buis opzij en daar weer een muurplaatje op solderen. Zodat hij later na het tegelen heel mooi een hoekstopraadje op kunt draaien. Zodat je een hele mooie afwerking krijgt. Dus laten we gelijk beginnen. Voordat we verder gaan, laat ik je eerst zien hoe een soldering werkt. Ik heb hier een koperen verlengverbinding. Die heb ik door het midden geslepen. Dan gaan we kijken hoe een capillaire werking werkt, een zuigende werking werkt. Eens even een beetje soldeerwater op aanbrengen. Dat doe ik ook op de koperen buis. Als ik hem aan deze kant warm maak en ik doe mijn soldeer hierin en hij smelt, dan weet ik dat hij overal evenveel warm is. En in elk geval dat hij heet genoeg is. Als je ziet, zelfs daar is hij gevloeid. Neem de tijd en laat je solderen rustig afkoelen. Nooit met water versneld afkoelen, want je soldering kan kapot breken. Ik doe dit natuurlijk alleen voor de demonstratie. Nee, is goed. En we doen dit alleen maar voor de demonstratie, jongens. En zo zie je maar, jongens. Kijk, hij is netjes gevloeid overal. En dat is de capillaire werking. Ik heb hem hier toegevoegd, het soldeer. En hij is hier naartoe gezogen. Als eerst ga ik het buisje hakken. En jongens, voordat je gaat hakken, zorg ervoor dat je je bescherming op hebt. Stofmaskertje, eventueel oordopjes en een bril. Nou, mooi, die is uitgehakt. Ik ga nu mijn leiding insleuven, want mijn muurplaat moet precies hier komen. En dat doe ik met de multitool van Makita. Overigens, jongens, ik ben nu bezig met het testen van de Makita multitool, Parkside, de fijnmachine. En daar komt binnenkort een video uit. Dus mocht je daar geïnteresseerd bent en je bent nog geen abonnee, zorg dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Ik ga eerst even een andere kopje erop plaatsen. Zo, even kijken of mijn muurplaatje past. En die past. Let even op, je muurplaatje moet minimaal gelijk zijn met de voorkant van je muur. Je mag hem ook wat dieper inzetten, maar dan moet je weer gaan werken met allerlei verlengblokjes. Dat wil je niet, dus dan kun je het beter gelijk goed zetten. Dus of minimaal gelijk met de voorkant van je muur. Maar je mag over mij ook een half centimeter eruit laten steken. Want je tegel is minimaal een half centimeter. Nou ja, goed, dan komt hij dadelijk een half centimeter binnen je tegel. Dat is perfect. En je nulkraantje, je hoekstopkraantje, die heeft een vrij lange schroefdraad. Dus dan hoef je niet te verlengen en dan zit hij gelijk perfect. Laten we starten dan, hè? Zo, nou, er komt geen water uit. Dan ga ik hem hier doorzagen. En dat doe ik gewoon lekker met deze. Met de multitool. Ik ga hem hier even buigen. Thank you.
Nou, zo moet het worden. Mijn muurplaatje steekt ook een half centimeter uit en dat is natuurlijk perfect. Nou, stel voor dat je geen buigijzer bij je hebt of je kan niet buigen. Geen probleem, je mag van mij gewoon recht hier omhoog gaan. En dan doe je hier een knietje en dan ga je naar rechts opzij. Dat kan natuurlijk ook. Alleen op deze manier, ik heb één soldeerverbinding minder. Dus de kans op lekkage is ook een stuk minder. Om een goede soldering te verkrijgen moet je natuurlijk wel de koperen leiding goed schuren. Goed blank schuren. Maar voordat ik dat doe ga ik eerst even een klein stukje papier in doen. En dus om te voorkomen dat er... gruis in de leiding komt. Dan ga ik nu eerst de messing soldeerstok schuren en ik rol gewoon mijn schuurpapiertje rond zo en dan zet ik dat erin en dan schuur ik hem blank. Als je hem schuurt, hij moet echt goed blank geschuurd worden. En dat er niet nog stukjes overblijven die niet helemaal geschuurd zijn. Erg belangrijk. En de voorkant ook eventjes zo schuren. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar je ziet dus dat hij heel mooi blank is geschuurd aan de binnenkant. Om een goede soldering te verkrijgen moet je soldeerwater gebruiken of soldeerpasta. Maakt niet zo heel veel uit. Als het maar Kiva gekeurd zijn, het moet echt zuurvrij zijn. Het moet 100% afwasbaar zijn en het moet 100% oplosbaar zijn door water. Dan mag je het gebruiken. Dus laten we starten. Jongens, voordat je het soldeerwater gaat aanbrengen, doe even je bril op. Want als je dat in je ogen krijgt, is dat zwaar irriterend. Krijg je het in je oog, goed met water afspoelen en bel gelijk je arts en neem het potje mee. Als je het soldeerwater gaat aanbrengen, dan moet je het op beide oppervlakten aanbrengen. Zowel op de koppeling als op het buis. Dus dan ga ik nu eerst even op mijn koppeling aanbrengen. Zo. En ik smeer het ook nog een keer op mijn buis. Zo. En kijk, dit is hem. Zo. Ik ga eerst even hier een doekje erachter doen. En wat ik dus niet wil... Ik wil niet, zeg maar, als ik mijn soldeerwater smeren, dat het achter mijn mantel gaat vallen. Daar kan ik het niet schoonmaken. En als dat erop blijft, dan kan het mijn koperen leiding gaan aantasten. En dat wil ik niet. Dus ik dit gewoon zo even uit voorzorgmaatregelen wikkel ik hem even om. Ik heb eerst het doekje nat gemaakt, zodat hij goed eromheen zit. Zodat ook mijn doekje niet verbrandt. En zo, als mijn soldeerwater valt, dan valt het hier op en dan stopt het. Op. Nou, en ik breng daar niet zo, ik doe het wel een beetje subtiel, maar het hou je toch niet tegen, jongens. Zo. Zo. Ik doe even mijn koppeling even nog één keer. Hoppa. Hop. En het is ook belangrijk dat je muurplaat haaks eruit komt. Dus dat je recht naar voren komt. En niet naar links of rechts. Maar gewoon echt recht voor je haaks. Dus zo haaks en zo haaks. En dat doet hij nu. Zo. En hij steekt ook de half centimeter uit wat we zeiden. Nou, dit is gewoon perfect, jongens. Dan kunnen we nu gaan solderen. Om je koper waterleiding te solderen gebruik ik altijd tin zilver 97-3. Je hebt ook andere legeringen. Maar ik vind dit persoonlijk een van de sterkste en de beste solderingen. Ik ga zo meteen mijn brander aansteken en ik zet mijn vlam aan deze kant en ik voeg mijn soldeer aan deze zijde. Op het moment dat hij hier smelt, dan weet ik dat hij hier de juiste temperatuur heeft bereikt en dat ik een capillaire werking krijg, een zuigende werking krijg. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet dat ik hier een mooi blauw vlammetje heb en dat die punterig is. Dat puntje is mijn heetste punt van mijn vlam en die zet ik dus ook er tegenaan. Dus ik doe niet dit of zo of ver vanaf. Ik zet precies mijn puntje daar tegenaan en zo weet ik dat ik de heetste punt van mijn vlam tegen het koper aanzet.
Het begint bijna te komen. En dit is al meer dan voldoende. Dan gaan we aan de onderkant. Zo. En je ziet als ik hem aan de achterkant zet, dat hij hem aan de voorkant ook eruit. Je ziet gewoon dat hij dus die capillaire werking krijgt. Dus hij zuigt hem echt rondom me heen. En dit is gewoon perfect. En dit is meer dan voldoende. Hier doe ik hem aan de onderkant en warmte gaat naar boven toe. En je ziet dus dat ik precies dat puntje tegen het koper aandoe. Je mag een beetje bewegen hoor, vind ik ook niet erg. En dit is natuurlijk gewoon steen, dat gaat niet in de fik. Stel voor dat dit natuurlijk hout is of zo, dan moet je dat zeker niet doen jongens. Dan moet je gaan persen of je moet op een hele andere manier gaan werken. Nou, het begint lekker warm te worden aan de andere kant. En ik heb mijn soldeer toegevoegd. Zo. En dit is meer dan genoeg. Zo. Nou, die is klaar. We wachten nu even tot hij helemaal afgekoeld is. En dan gaan we de koperen leiding en de koppelingen goed schoonmaken. Dat al het soldeerwater weg is. Want het soldeerwater of het soldeer past dat tasje koper aan. En je wil gewoon niet dat hij dat gaat aanvreten. Dus goed schoonmaken. Als dat helemaal klaar is, dan gaan we dan ook nog een keer de leiding bekleden met een mantel. En die mantel beschermt je koperbuis. Want stel voor je zou je sleuf aansmeren met kalk of met een bepaalde spul wat je koper aantast. Dan kan dat je de levensduur van je koper verkorten. En dat wil je gewoon niet. Ik heb gewoon mijn doek gewoon vochtig gemaakt. En dan ga ik hem goed schoonmaken. Zo, altijd even testen of je leiding goed erin zit. En hij zit precies gelijk met de muur. En er komt nog een stuk laag overheen van ongeveer 0,5 centimeter. Dus mijn leiding zit dik in de muur. Zo, even hier nog even goed zetten. Zo. En dit is prima jongens. Dan gaan we hier even een dopje erop zetten. En dan gaan we hem aansmeren. Zo. Zo jongens, ik ben klaar. Het stukje door kan lekker zijn gang gaan. Nu weet jij hoe je koper kunt solderen. Vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. Ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En laat weten in de comment wat je ervan vindt. Heb ik het goed gedaan? Wil je wat anders zien? Laat dat beneden weten. En ik zal er naar kijken. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!